De 21 waterschappen in Nederland werken iedere dag aan sterke dijken, schoon en voldoende water. En op die manier dragen we iedere dag bij naar steeds toekomstbestendig Nederland. Voor wat betreft schoon water zuiveren we al het rioolwater in Nederland en besteden daar zo'n 600 miljoen euro per jaar aan. En we doen het ook steeds beter. En tegelijkertijd zien we de medicijnresten toenemen en steeds meer vervuilende stoffen in het water komen. En wordt het dus steeds moeilijker en duurder om het water schoon te houden. En daarom vragen wij aan een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet om strengere maatregelen te nemen om de problemen bij de bron aan te pakken. Want wat niet inkomt, hoeft er ook niet uit. En dat is wat waterschappen willen.